Dit weekend is het rustig in de Kalkhaven. Er wordt niet gewerkt, maar dat is door de week wel anders, zeggen omwonenden. Stank, geluid, stofoverlast, bedrijvigheid in het algemeen, verkeershinder van grote kranen die voorbij komen, enzovoort. De boosdoeners zijn twee bedrijven die zich bezighouden met scheepsonderhoud. Volgens de buurtvereniging zijn de bedrijven de afgelopen jaren fors gegroeid. En daarmee is ook de overlast toegenomen. We zijn bijna geneigd om hier met oordoppen in een gasmasker op te gaan zitten. Soms van de overlast die er is. Het bedrijf Dolderman wil niet spreken van overlast. De directeur zegt er alles aan te doen om hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen. Het is een stukje accepteren wat er gebeurt in je woonomgeving. En als wij alles eraan doen om die overlast, mocht die er zijn, zoveel mogelijk te beperken, dan zullen zij ook een stukje moeten accepteren dat geluid bij deze omgeving hoort. Is er wel ruimte voor bedrijvigheid in de binnenstad van Dordt? Dat denk ik wel zeker, ja. Maar passend bij de maat van de stad, ja. En dat waren deze bedrijven, die hadden ook de maat, die pasten in de haven. Alleen in de loop van de jaren niet meer. De maat van de schepen is niet meer zodanig dat het past in het woongebied. In mijn idee zouden ze ergens anders, Dordrecht heeft nog prachtige nieuwe havens gebouwd, zouden ze daar veel beter af zijn, maar dat is aan hunzelf. Wij hebben hier zowel aan de binnen- als aan de buitenkant van de Kalkhaven ligplaatsen. Dus we hebben ongeveer 500 meter kade ter beschikking. En ergens anders binnen de regio is dat niet verkrijgbaar. Als de gemeente niet op korte termijn ingrijpt, stapt de buurtvereniging naar de rechter.